Hallo allemaal, dit is Systeem met die kabinet, Gay Pops en Radiotopia Part 28 uit mijn hoofd, weet ik zeker. Ik ben steeds een beetje aan het bijkomen van vorige week, eigenlijk. Nou, of een paar minuten geleden. Nou, dit is Radiotopia toch nog. Radiotopia had zo'n half hartinfarct. Oh, ik zie het. Dit stuk ga ik echt falen, jongens. Dit stuk ga ik echt falen. Het is levens, hè, ook als je beukt. Ja? Ja, dat is echt zo. Vet. Zou kijken, bitch. Je moet schieten. Je mag je gaan paffen. Dat vind ik leuk. Ik hou van dit. Dit is een beetje een soort Call of Duty van het spel. Even kijken hoe je moet schieten. Juist, ik zie het hoe staan. Dit is zo vet cool, hè. Dit is een van de leukste stukken van het spel natuurlijk. Ik vind het kutstukken. Waarom? Ik weet niet. Ik vind het kutstukken. Ik kom uit richten. Ik vind dat heel veel lezen in dit stukje, want deze. Ja? Deze richtingsmanoeuvre is wel anders dan het Xbox. En heel anders dan met Call of Duty, toch? Ja, maar het merkt niet hetzelfde als Call of Duty. Nee, sowieso niet. Sowieso niet. Maar ik vind het wel een leuke setting van de game trouwens. Ik word hier agressief van. Maar ik snap niet. Dit is gewoon. Dit heeft geen zwaartekracht. De plaats waar we nu zijn heeft geen zwaartekracht gewoon. Dat is ik word hier misselijk van. Maar serieus? Ja? Als ik in die auto zat, dan ging ik in plaats van met koele trekkerbalzieachtige balletjes. In plaats van met kot schieten. Echt serieus. Oké, kijk, hier, ik ga gewoon falen. Want ik kan dit niet besturen gewoon. Echt serieus. Ik kan dit niet besturen. Daarom doe ik gewoon heel easy. En ook echt heel easy. Want je weet maar nooit of het fout kan gaan. Okay, watch out, bro. Ja, dus hier naartoe. Nou, kijk, ik vind het best wel leuk dat ze wat. Holy shit. Dat is wat holy shit. Shit. Holy shit. Glitch. Holy glitch. Nee, het is geen glitch, weet je. Oké. Okay. Oh, daar. Oké, het was een muur. En die muur wilde me tegenhouden. En dat is een spiegel rechts. Ja, die spiegel is nog niet. Nee, dat is water. Dat is een spiegel. Oh, ja, maar wat heeft ook een spiegelreflectie? Oké, dit stuk lijkt me heel kut. Oh nee, natuurlijk is het natuurlijk niet kut, want ik moet vechten tegen deze pedo's! Want pedo's zijn niet vet cool. En ja, kijk, want er komen heel veel dingen aan. Oh, dat vind, dat vind ik wel leuk. Okay. Met wat zijn die groene dingetjes? Dat zijn immuunsysteem. Waar schiet Broly ook al mee met de trekkerbalzie? Chaos Emeralds. Nee. Jawel. Broly, gewoon. Ja. Ieder personage in Dragon Ball schiet met zijn aura. Nee, maar dat zijn toch van die groene ballen? Wat is dat ook weer? Gewoon aura. Oh, ik ben geraakt. Nee, ik ben geraakt. Holy shit, hoe kan dat? Ik ben geraakt. Hoe de fuck kan dat? Hoe de fuck kan dat? Ik ben geraakt. What the fuck? Nee. Dat noem je een holy glitch. Ik ben twee keer geraakt. En ik weet niet eens door wie. Een holy glitch. Holy shit, dit is echt wel fucking moeilijk. I pwned. Nee. Holy shit. Ik krijg echt straks hartaanval, jongen, met dit stukje. Nee, ik krijg geen hartaanval, maar dit is. Was er, ik kan heel veel verdagen. Je bent weer flink aan het zweten. Die had ik al daarnet, toch? Of niet? Sorry voor het beeld trouwens, sorry voor het beeld. Ik zie een beetje dat het wereld een beetje weer verneukt is, maar. Het water daar, dat is precies hetzelfde water als in Raymond tweede keer de skate. Ja, ook echt, hè? Je ziet die vissen weer. Vissen. Gewoon, ja, het geeft water. Dat is best wel, ja. Ik moet echt denken. Leuk alleen zwemmen, weet je nog. Is mijn moment eigenlijk op. Oh nee! Bats. Fuck. Dat is niet zo leuk eigenlijk. Ah, ik vind het wel grappig. Ja, maar als ik dood ben straks, zeg dat ik gelukkig niet ben. Ja, dat heb ik niet gedaan dit keer. Want J.P.O. is al één keer dood gaan in het spel. Ja, alleen maar door zo'n stomme. Dat was een holy glitch. Goed, dat was echt een glitch. Want ik had nog heel veel levens over. Gaat een keer op me staan en ik ben in één keer dood. Ja, eigenlijk wel. Dat was gewoon een holy glitch. Nee. Nou, ik zou wel. Kijk, je moet gewoon deze dingen volgen, zou ik zeggen. Want die. Oh fuck. Kijk, ja, ik ben careful. Hier. What? Ik ben hier zo bang voor. Hè. Vanuit het doorrijden, de dingen raak je toch niet. Nou? Nou? Dingen raak je toch niet gewoon doorrijden? Nou? Gewoon doorrijden, dingen raak je voor geen fucking meter. Nou? Ik was al bijna geraakt. Nou? Ja, maar de dingen raak je niet. Nee, oh. Dat was echt een fucking bitch. Godverdomme. De dingen raak je toch niet. Oké, dingen raak je ook niet. Als je goed rijdt. Ja, maar je rijdt niet. Als je goed vliegt dan. Als je goed zweeft. Holy shit, holy shit, holy shit. En nu komt het laatste. Het is eigenlijk een soort zweefvliegtuigje met turbo-aandrijving. Eigenlijk wel. Oké, hij heeft een klein propellertje. Yes, ik ben zo blij dat ik dit stuk gehad heb. Ik ben zo blij. Maar het is niet afgelopen. Nee, dat niet. Daarvoor is het een beetje te kort. En ik mag tegen de baas spelen. Oh, nee. Nee, dit is natuurlijk niet weinig hoor. Wat? Dit is natuurlijk niet weinig. Ik bedoel de baas in parts, hè, want je hebt vier delen. Vier? Spoiler alert. Drie ja, toch? Sorry, spoiler alert. Drie toch? Nee, je gaat eerst. Twee. Vier. Hey, ik had fout, hè? Ik had. Je begint eerst dat hij klein is, dan wordt hij heel groot. Hey. Dan moet je vliegen. Kijk. Dan moet je springen. Kijk wat we hier hebben. Deze blauwe plek is het toch? Die blauwe flikker was het klaar. Er zijn vier stukjes. Stil, dat doet gelijk wat harder.
Hey, en trouwens, ik zag er net zo'n blauwe flikker. Er zijn drie stukjes. De eerste keer moet je gaan lopen, de tweede keer moet je gaan vliegen en de derde keer gaat hij achter je aanvliegen. Met vier? Drie stuks. Ik durf te wedden dat het vier zijn. Prima. Weet iemand toevallig, er was hier iets, ik weet het zeker. Was hier een... Ja, boven nog. Oh, okay. Ik durf echt te wedden dat het vier stukjes zijn. Echt serieus. Nee, ik durf ook, ik weet sowieso dat het drie waren. Mag ik het twee stukje doen? Vond ik altijd heel leuk. Nee, maar wat was dat stuk? Weet u dat toevallig, waar dat stukje was? We zien het wel weer. Want dit is dan eigenlijk best wel de baaspart, hè? Ja, eigenlijk wel. Je kan het een beetje de baaspart noemen. En hier ga je dan saven. Oh nee. Fuck! We zijn een stuk vergeten. Een stukje. Er was iets bij de Tower of Lectus. Ja, maar dat is wel gefilmd. Nee, maar wat ik bedoel te zeggen is... Oké, even kijken hoe deze flikker werkt. Ik weet Ja, maar niks zeggen, niks zeggen. Moet je met die blauwe. Oh ja, ik zie het al, ja, maar ik zie het, ik weet het ook niet meer, wacht even. Doodgaan. Ja, ik ga dood. Kijk, die dingen die... Ja? Wacht, ik ga gewoon even uitpersoen als... Ik heb wel ook een tweede stukje, hoor. Hè? Of ik heb ook een tweede stukje. Wacht even, ga even kijken wat het moet. Ik wil sowieso een tweede stukje. Ik ga kijken wat het moet, wacht even. Hoe moest je deze plek ook alweer verslaan? Je moet het blauwe vak... en dan tegen zijn schild, dan gaat het schild kapot. Oh ja, ik zie het. Better not fuck this up. Drukken, snel, hele tijd. Oh, oké, is goed. Ik snap wel. Gelukkig maar. Fuck. En nu is Annie die rode pakken en dan zoals de motherfuckers slaan. Zal ik even een tip geven? Ja. Je bliksemschichten komen terecht waar je heen loopt. Jesus. Dat wisten we ook echt nog niet, hè? Dus je moet net... Weet je dat je echt... Het is je vast niet opgevallen, maar je hebt meer levens als de baas, hè? Ook echt, hè? Jezus. Eigenlijk wel. Dat vind ik best wel erg. Je moet gewoon goed weten wat je doet. Dat als je alle keertjes hebt, dat je eigenlijk beter kan zijn. Ja, maar we missen een stukje, hè? Eigenlijk. We missen een stukje bij Tower of Lectus. Nou, zeg het eens. Wat missen? Ja, die, dat laat ik zo even zien. Jezus! Ga laden. Niet maar laden in het Frans, maar... Jee, dit wordt echt een faal... Potverdorie. Gelukkig doe ik het tweede stukje niet en hij wordt steeds sneller in flikken. Echt steeds twee sneller. Twee stukjes juist. Hè? Twee stukjes juist. Nee, maar dit. Oh, ja. Oké. Gaat hij trouwens ook door? Nee, hè? Oh, jawel. Nee, iedere hart is deze. Nee? Nee. Met alle skills. Oké, snel naar het ding toe. Kom op! Ik zeg de dingen. Die raken weer heen. Ja, dat weet ik, maar... Je moet juist niet springen, dan moet je door blijven rennen. Moet je eigenlijk in rondjes lopen. Zo dus. Ja, de hele tijd rondjes blijven rennen. Potverdorie. Ze komen altijd voor je eigenlijk. Potverdorie. Ja. Nooit precies bij je. Ze komen altijd voor je. Je moet altijd in rondjes blijven rennen. Dit lukt dus niet, hè. Ik moet hier wel springen. Dat ja, maar dit stukje wel. Kom op! Hallo, je leeft over je vergift ook, ja? Ja, ik faal deze part wel, hoor. Deze faal ik gewoon. Ja, dood, ga dood, vriend, ga. Nee, fuck this, fuck. Pak even wat lums! Oh ja, tuurlijk, wat lums pak. Ik heb ook nog. Ik moest gewoon even weten hoe alles nog moest werken, maar ik weet het nu wel een beetje beter, dus daar gaat het eigenlijk wel om. En ik kan me nu nog herinneren hoe dit vroeger ging eigenlijk vorig jaar. Hoe dit vorig jaar ging. Want ja, als je hier zonder kleerschuffel afkomt, dan kan ik je gerust een pro noemen. En ja, echt gerust. Gaat nu wel beter. Door de bliksem dingen word ik eigenlijk niet meer geraakt. Want door die kutwonderballen is. Dus die is nog irritanter dan die bliksemschepers. Ja? Ja. The fuck? Hahaha. Oh, dat is nice. Nog één keer. Nog één keer gelukkig. Nee? Sorry, neemt ook wat zei je? Hoe snel die balletje te gaan? Nee, ja, dat is irritant, hè? Kom hier. Nee, pak dat ding wat. En neem hem fluiten gewoon! Laden, richten, of gewoon schuif! Weg staan. Yes, oké, okay, part 1. Opstaan, wegwezen, snel. Ja, oké. Doe maar rustig staan, hoor. Doe maar rustig staan. Heel Tokyo gaat nu spelen. Nieuwe groeipiet. Moet het part beëindigen? Nee. Maak gewoon een hele bos met wat. Ja, als het lukt, hè. Of doen het gewoon in twee delen. Kan je dit stuk goed, snel afmaken? Als je dat wel kan, dan vind ik je pro. Gaat niet. Ja, je moet dat... Ja, bats!
Ja, nu snap ik dus hoe het werkt. Hij wordt steeds groter en steeds sterker en... Maar wat? Weet je, je hoort het geluid niet eens. Hoe bij de Tower of Letters was, hoorde je dat geluid niet eens. Eigenlijk. Nee, we hebben nu al problemen, als je dat weet. Zo, wat dan? Nee, maar... Wacht, De film met de Tower of Letters, dat is al laten zien. Nee, maar er was een geheime doorgang in de Tower of Letters. Zullen we van mijn commentaar maken? Ik zeg van de uur. Oké. Nee, maar er was iets bij de Tower of Letters wat we missen. Nee, dat weet ik. Ik weet sowieso, er is iets bij de Tower of Letters wat we gemist hadden. We maken het uit. Ik weet je, ik zoek wel even op mijn telefoon. Kut. Dat doe ik wel. Rutop, weet je echt op zich zeker dat je dit wel kan halen? Kan je dat garanderen, Rutop? Ja. Laden. Ja. Slaan, bam, maak je plek helemaal dood, jongen. Maak alsof het niets is. Of je hebt, ja, je weet wat je moet doen. Je hebt gewoon, weet je dat? Een derde van dat ding heeft het gewoon gesloten. Ja, geraakt. Nee. Oh, holy shit, dat vond ik echt pro, jongen. Dat is gewoon. Dat zie je mij niet aan. Dat is gewoon echt een. De eerste keer ontwijkt hem, maar het hele ontwijkt niet. Nee, maar dat is gewoon echt. Dat is gewoon pro-uit op zijn hoofd. Dat is gewoon echt pro-uit. Oh, ik heb een mail. We hebben een mail binnen, jongens. Jij hebt een mail binnen. Nee, maar ik bedoel, hij zou best kunnen zijn voor GCT, maar dat is niet. Dat zou wel iets. Ja, maar nee, dat klopt. Dat is het ook niet. Ja. Nou, wat is de mail? Nou, de mail is eigenlijk iemand door me toe op Facebook. En wie zal het wel zijn? Ah, fucking shit, god. En wie kan het wel zijn? Ja, ik ga die naam niet noemen op dingen, want het is voor die persoon een beetje voor de privacy. Als je het gaat doen. Ik zeg gewoon wel een vriend die ik ken en die hoe kan hij landmijnen uit zijn rug gaan schieten? Ja, hij schiet zich uit dat ding, weet je. Je weet het. En ik zweer, jongen, je bent echt goed bezig vandaag. Je bent echt goed bezig vandaag, ik zweer. Nee, Doorgaan. Ga niet laden. Oké, één keer langs dood. Ja, niet dood, hè, maar je weet het bedoel. Dus die weer verder van aan. En ik zweer, jongen, je bent echt pro bezig. Ik zweer, je bent echt pro bezig. Je bent nog steeds meer deze van de baas, hè? Niet vergeten, hè? We hebben wel vier stukjes, we gaan vliegen en daar komen we op de grond. Ja, ik zei het toch? Ja, we hebben wel vier stukjes. Ik was even een stukje vergeten. Ah, bitch! Godverfuckingdomme! Oh, dat zijn we zo verlezen of niet? Bas. Holy shit, wat ben je probation. Ik zal even op internet kijken of er nog wat was bij de Tower of Letters. Voor de ene drie natuurlijk. Ik ben echt gestrest geraakt, serieus. Ja, je bent... Ah, fuck, ik ben gewend dat hij steeds op de grond slaat, die bitch. Je hebt hem bijna vermoord, dus maak je maar... Ah, fuck, ik ben gewend, is even de grond dat hij... Ah, ik ben... Deze part duurt trouwens heel lang. Deze part duurt trouwens heel lang. En dan ook echt heel lang. Maakt het uit. Huh? Maakt het uit. 2 en 3. Yeah! En nu is je hele kans aan de beurt. Wow, succes! 2 en 3 en dan Tower. Ik haat dit stukje. Tower. Hoe heet dat? Tower Letters. En dan Tower of Letters. Ja, ik zeg letters. Dit stukje duurt zo lang. Ja? Ook al doe je het goed. Oké, we zijn het even over. En bedankt voor het kijken en tot de volgende keer weer. Yo!